zijn onderweg naar mijn moeder. En we gaan mijn moeder en mijn zusje gaan we ophalen om te gaan paraclijden. Vroeger deed ze natuurlijk heel veel met mijn vader altijd. En sinds die er niet meer is, is ze gewoon heel blij dat ze dit kan doen. Maar ik vind het wel spannend. Hoe is ie? Ja, goed. Heb je er zin in? Ja, wel. Ja, spannend. Nou, mooi. Gezellig. Ik vind dit gewoon een kick. En ik vind het heel leuk dat mijn dochters meegaan. Ja, als je ergens naartoe wil, dan zit ik altijd met mijn rolstoel. Door mijn nek en mijn rug kan ik dat niet zelf voortbewegen. Nou, ik ging altijd met mijn man naar de Benidorm. Omdat daar voor de rolstoel het gewoon heel toegankelijk is. Die was altijd heel voorzichtig met me. Die was heel zuinig op me. Ja, dan is alles heel gewoon. Dan gaat alles vanzelf. En hoef ik niks te vragen. Hij zag in mijn gezicht hoe ik me voelde. Dus wat dat betreft. Ja, en dan sta je er alleen voor. En dan moet je het alleen doen. Dus ik ben gewoon op de site van de Zonnebloem gaan kijken. En toen zag ik ook dat ze vakanties organiseerden naar het buitenland. Nou, ik dacht eerst dat ze een grapje maakte. Dat ze zei, ik ga paracelen en ik ga duiken. En toen maakte ik eigenlijk meer het grapje van, oh ja, wanneer ga je bungee jumpen? Ik dacht, nee, dat gaat ze nooit allemaal doen. Maar ik vond het wel stoer eigenlijk. Ik denk dat ik best wel als een heel ander mens teruggekomen ben. Mijn kleinkinderen vinden het natuurlijk geweldig. Wat had Rick ook alweer geschreven? De coolste oma. Oh ja, de coolste oma. Ja, de coolste oma van de wereld. Ja, ik heb gewoon weer mijn moeder terug die weer, tenminste voor mijn gevoel, weer de zin heeft in alles. Die weer dingen wil ondernemen. Natuurlijk moet ik voorzichtig doen. Maar en neem ik ook geen risico's. Alhoewel. Ik neem jullie erin mee, ja. Ja, mooi. Oh, geweldig. Mooi, hè? Ja. Ja, geweldig. Staan we in beeld. Even een selfie. Nou, het is echt wauw. Ja, echt wel. Superleuk. Ik heb hem ook even snel gefilmd. Kunnen de kleinkinderen het ook zien. Oh, het is echt geweldig. Het is zo'n leuke ervaring. Top. Het is echt super cool. Zo leuk. Leuk hè, dit doen met je meiden. Oh. Het is echt super gaaf hoor. Ja? Nou. Ja, ik heb het gevoel dat ze het plezier gewoon weer terug heeft. Dat ze weer ziet dat ze ook in haar eentje dingen kan ondernemen. Dat ze dus eigenlijk niet altijd afhankelijk is van anderen.